de Tour de Fifi. Santé. Morgen de etappe van Chambéry naar Gapmart. En dan komen we natuurlijk langs Grenoble. En dan kunnen we er niet de verleiding weerstaan om even te gaan kijken waar voor de Nederlandse hardrijders op de schaats de echte victorie begon. Voor het eerst goud bij de Olympische Winterspelen. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer goud. 29, 30, 31, 32, 16 seconde. Dat is de beste tijd, dames en heren. Dit is goud voor Carrie Gijssen. Het is ongelooflijk. En dat wordt een finish in 2 minuten 3 en 14e seconde voor Kees Verkerk. Ik geloof dat hier de aparte klasse over het ijs is gegaan, dames en heren. Hans Schut. En ze gaat geweldig hard nog in die laatste. Een enorme eindsprint nog. En ze zal uitkomen op een tijd van 4 minuten 56 en 2/10e seconde. Omdat de Fransen nauwelijks een idee hebben dat er zoiets als hardrijden op de schaats bestaat. Ik heb geloof ik nog nooit een verslag op de Franse televisie gezien. Dacht ik, nou, van die schaatsbaan is niets meer over of die is overwoekerd met gras. Maar dat valt erg mee. Er wordt zelfs massaal geschaatst. Ja, het is een andere vorm van schaatsen geworden. IJs ligt hier al lang niet meer. Maar er is destijds zo'n goede betonvloer gelegd dat hier al heel wat kampioenschappen keten zijn verreden. En een paar jaar geleden is hier zelfs het werelduurrecord skaten verbeterd. Ik zie die bocht nu aankomen. Moet ik nu naar binnen of naar buiten? De eindsprint en steeds sneller dat beweging zitten. Dat is de beste tijd, dames en heren. Dit is goud. Het is ongelooflijk. Oh, wat is dat knap gedaan. In de loop der jaren is de ijsbaan een verzamelplaats geworden voor allerhande activiteiten. Van concerten tot elke vrijdagavond. De Friday Night Skate van Grenoble.